75 jaar geleden al waren de Kruller-Müllers culturele ondernemers. Want ze betrokken particulieren bij hun museum. En dat noemden ze gulden boekers. Dat waren mensen die in die tijd 500 gulden per jaar bijdroegen aan dit museum. En daarom hebben wij het initiatief genomen om dit idee in ere te herstellen en hebben wij het Helene Kruller-Müller Fonds opgericht. Weet je dat heel weinig mensen dat weten, dat hier gewoon midden in het bos zoveel kunst is. 75 jaar geleden gestart, maar eigenlijk ook 75 jaar kunstgeschiedenis hier samengebracht. Ja, dus dat is toch reden voor een feest, hè? Voor een feest en voor een fonds. Want tot nu toe hebben ze het vooral op eigen kracht gekund, maar er is nu echt geld nodig voor restauratie, educatie en voor speciale tentoonstellingen. Helene heeft dus in 20 jaar tijd 91 schilderijen van Van Gogh gekocht. Ongelooflijk, hè? Ja, waarvan het allergrootste deel ook nog steeds hier is. Ja. Kijk, wat we met dat fonds willen is dus van die grote overzichtstentoonstelling als Van Seurat organiseren. Ja, en we willen natuurlijk dat de werken op zijn mooist worden tentoongesteld. Hè? De werken die hier zijn, dus die moeten gerestaureerd worden. Ja, en dat spreekt mij erg aan. Derde doel is educatie. Werk dus voor het fonds. Absoluut. Doe mee, draag bij aan het Helene Kruller-Müller Fonds. We hebben u heel hard nodig.